Hey kijkers, sneeuw in het Duits is sneeuw. Dit haal ik enkel aan omdat het ruimt op... Blauwsbelang televisie! Waar? Ja, laat maar. Ja, zwart, zoals je ziet is het hier heel stoffig. Dat is omdat we door het stof zijn gegaan na de ophef die er ontstond door de heibol van de heisa rond chef Elbers en diens homofobe uitspraken. Ik praat graag verder over homofilie met een van onze sinds kort homo geworden partijgenoten. Welkom, gay dazeleren. Nou, dag, knappe jongensman. Wow, goed, vertel eens hoe het is om homofiel te zijn. Nou ja, feitelijk, op seksueel vlak is er niet echt veel veranderd. Omdat je natuurlijk worstelde met je identiteit. Oh, nee, omdat de laatste keer dat ik mijn plasser gezien heb, dat was in 1997. Amai, dat is lastig. Vertel zeker niet verder. Wij gaan over naar het volgende onderwerp en dat is zeker niet... De plasser van Geet! Over homofobie gesproken, veel mensen laten zich ontdopen wegens de homofobe uitspraken van het Vaticaan, waaronder ook onze collega Dries. Mm-hmm. Dries, wat een nobel statement van jou. En dat allemaal als steun voor de homogemeenschap. Ah nee, ik heb mij laten ontdopen om mij meteen weer te laten herdopen, zodat ik ook mijn plichtige communie opnieuw kan doen en zo recht heb op de vele pakjes die erbij horen. Graag had ik gehad nieuwe pantoffels, een spelletje Cup en een PlayStation 5. Zeker geen Xbox, want dat is natuurlijk voor homo's. Oei, ja, wij gaan opnieuw supersnel verder dan. Naar de overgang. Naar onze mening waren de homo- en transfobe uitspraken van scenarist chef Elbers ongelukkig en uitzonderlijk en is Vlaams Belang allesbehalve homofoob. Ik praat er graag verder over met onze expert verder praten. Dag Tom. Dag Christophe. Naar het schijnt praat je iedereen onder tafel. Hier is je kans. Wel ja, volgens u zijn het ongelukkige uitzonderingen, maar wat dan met de stemming in 2002 van het Vlaams Belang tegen het homohuwelijk? Ja, laf, verdorie. Of de uitzonderlijke uitspraak van Dominique Sneppe, die zei dat holibies die trouwen en kinderen kregen een brug te ver is. Oh nee, bijna onder tafel. Of de uitzonderlijke tweet van uzelf in 2011, waarmee je impliceerde dat Elio Di Rupo niet geschikt zou zijn als eerste minister, omdat hij onder andere homofiel is. Ja, het is gebeurd. Ik ben onder tafel gepraat. Sterk werk, Christophe. Oh, dank u. Nu had ik nog een ander vraagje over geaardheid, namelijk... Oh ja, laf, die verduivelde verlichting valt weer uit. Als er iets slecht geaard is, dan is het wel een trick in deze studio, Tom. Situatiehumor. Maar goed, ik ga dat zelf proberen. Fixen ze. Zo, up, de rode draad hier, de blauwe zo, de bruine buiten. Aan alle niet-witte kijkers, dit is geen blackface. Ons racisme is namelijk veel subtieler. Dus kom zeker niet naar de studio of Frankrijk Lijn nummer 456 te Antwerpen om rel te schoppen. Hashtag BLM. Ja, verdikke me, daar heb je ze al. Die mannen zijn toch rapsen, hè. Snel afronden. Dag. Vlaams Belang TV.